Hallootjes, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Frietpan Frank. Ik ben Frietpan Frank en ik frituur regelmatig snacks. Laatst had ik 6 bitterballen van Mora gefrituurd. Dat is deze video geworden. Vandaag ga ik weer 6 bitterballen frituren. Maar vandaag ga ik 6 verschillende soorten en verschillende merken frituren. Een bitterbal vergelijken. Met in de vergelijking allemaal bitterballen die je bij de supermarkt kunt kopen. Allereerst dus de Mora bitterbal van laatst. Laten we beginnen met wat feitjes. De Mora bitterbal is de goedkoopste bitterbal die je kunt kopen in de supermarkt. Ze kosten maar 5,4 cent per bal. De bitterbal is 20 gram en bevat maar 4% rundvlees. Dat is natuurlijk interessant om te weten voor de vegetariërs die af en toe zondigen. Want met de Mora bitterbal zondig je dus maar 4%. Nog een leuk borrelfeitje. Wist je dat in de Mora rundvlees bitterbal qua percentage minder dierlijk product zit dan in tandpasta? Tweede in de vergelijking zijn de rundvlees bitterballen van de Jumbo. Een stuk duurder dan de Mora bitterballen met 8,4 cent. Met 20 gram gelijk aan de Mora bitterbal. En in deze bal zit ook echt rundvlees. 15% zelfs. De bitterballen van Snackfan komen van de Aldi vandaan. Snackfan is het frituurhuismerk van Aldi. Qua prijs en gewicht is deze bal gelijk aan die van de Jumbo. Al is dit ook meer een vegabal dan een rundvleesbitterbal. Als vierde in deze test heb ik een oven airfryer bitterbal. Volgens de verpakking zou deze niet in de frietpan passen, maar ik denk wel dat het gaat lukken. Een oven bitterbal heeft een speciale dikke korst waardoor ze krokant zijn als ze uit de oven komen. Ook zijn deze ballen oranje gemaakt, zodat het nog ergens op lijkt. Wat is er verder nog anders? Nou, ze zijn een stuk duurder dan de vorige bitterballen. En ook iets zwaarder en iets groter. Dat moet ook wel, want er zit een dikke broodrand om deze bal heen. En omdat we toch al 2 bijna vega bitterballen hebben, dacht ik, dan kan een echte vega bal ook wel aan deze test meedoen. Dus heb ik de vega ballen van de vegetarische slager gekocht. Deze vega ballen zijn ook niet goedkoop. Schijnbaar is die 4% vleesvervanger een erg duur onderdeel. Ze zijn ook een stuk groter dan de vorige ballen. Misschien dat ze daarom ook iets duurder zijn. Als laatste de bitterbal van Van Dobben. Eigenlijk een beetje schandalig dat ze op deze video tussen een vegabal en een overbal moeten liggen. Maar met 21 cent per bal horen ze nou eenmaal bij de dure ballen. Ook deze ballen zijn net iets groter en er zit zowaar vlees in. En dan kunnen we bijna gaan frituren. Maar hoe gaan we deze ballen uit elkaar houden? Hiervoor heb ik mijn mandje een beetje aangepast met wat ijzerdraad. Ik heb 6 vakjes gemaakt en zo heeft iedere bal zijn eigen stukje frituurpan. Nog even de temperatuur goed controleren voor deze belangrijke test. En dan kunnen we gaan kijken hoe deze bitterballen in het vet rondzwemmen.
De eerste bal, de Morabal, ziet er een stuk beter uit dan op mijn vorige video. Hij heeft een beter kleurtje en is een stuk krokanter. Dit zal komen omdat ik de pan een stuk warmer heb gezet. Van binnen is de bal nog steeds wat aan de droge kant. De tweede bal was de Jumbo bal. Ook een mooie bal van buiten en een stuk minder droog van binnen. De ragout ziet eruit zoals de ragout die je met kerst altijd eet. De derde bal is de bal van de Aldi. Eigenlijk is die qua alles gelijk aan de bal van de Jumbo. Wat bijzonder is, want het heeft 10% minder vlees en heeft toch dezelfde smaak en dezelfde structuur. De ovenbal uit de frietpan ziet er prima uit. Maar wat wel meteen opvalt is dat het een hele dikke paneerlaag heeft. En dat is niet echt positief. De vijfde bal was de grote Vegabal. Deze proeft erg droog. En als je naar de bal kijkt zie je ook dat de structuur aan de erg droge kant is. Het heeft een beetje dezelfde structuur als de Morabal. Wellicht zou je dit minder proeven als je er gewoon heel veel mosterd of mayo overheen doet. De zesde bal was de bal van Van Dobben. De bal heeft een fijne ragout waarbij je wat afwisseling in de structuur proeft. En ook zonder saus is dit een fijn balletje om te eten. En zo zijn we op het einde gekomen van dit vergelijk. Terwijl ik een tweede ronde frituur, is het tijd voor conclusies. Wat is nou de beste bitterbal? Nou, dat ligt eigenlijk een beetje aan de situatie. Heb je een groot feest en wil je de hele avond bitterballen serveren, dan koop je die van Mora en zet je er een grote pot mayo naast om de smaak wat te verbloemen. Wil je iets meer uitgeven voor je feestje, dan kun je kiezen voor de ballen van Jumbo of van het Aldi huismerk. Komt je schoonfamilie op bezoek en wil je indruk maken, dan koop je die van Van Dobben. Ben je vegetarisch, dan zou je de vegetarische bitterballen kunnen kopen, al zou je dan eerder iets van kaas bitterballen of oesterzwam bitterballen kunnen kopen. En heb je geen frietpan, maar alleen een airfryer? Tja, dan kun je eigenlijk gewoon beter een frietpan kopen en je airfryer wegdoen. Hopelijk hebben jullie weer iets geleerd, ik in ieder geval wel. Tot de volgende keer en een fijn weekend allemaal.